de volgende 2020 Tottenham Hotspur. Vertel. Ja, dramatisch seizoen tot nu toe. Hè? Onder Pochettino ging het natuurlijk neerwaarts. Nou, die moest vertrekken. Onder Mourinho was er heel even een opleving, maar ze hadden daar zeker gehoopt dat het langer zou duren. En de problemen stapelen zich nu al op. Harry Kane nog zwaar geblesseerd. Dus ja, 2020 ziet er tot nu toe zeer donker uit voor Spurs. Het cijfer voor de eerste seizoenshelft? Een 4. Een dikke onvoldoende. Kunnen we stellen dat Mourinho gewoon een beetje beginnersgeluk had? Hij zorgde voor een bepaalde energie natuurlijk. Dat verdween eigenlijk een beetje bij Pochettino. De spelers waren gewend geraakt aan zijn werkwijze. Ze hadden ieder praatje hadden ze al 10 keer gehoord al. Het werkt gewoon niet echt meer. Ja, Mourinho zorgde wel voor een bepaalde impuls. Een spark. Je zag spelers goed op hem reageren. Daddy Elliott is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Die had weer wat meer vrijheid, kon weer wat vaker in het 16 meter gebied komen. Alleen, ja, nu zeg maar het shock-effect een beetje weg is, zie je eigenlijk weer dezelfde problemen bovenkomen bij Tottenham. En die komen naar boven op het middenveld, achterin. En ja, voorin is nu ook echt behelpen zonder Kane. Dus ik denk dat Mourinho echt koppijn heeft als hij naar zijn selectie kijkt op dit moment. Je noemt al een aantal problemen. Wat is de echte Achilleshiel bij Tottenham Hotspur? Ik denk dat het grote probleem ligt op het middenveld centraal. Bij Tottenham, ik denk achteraf dat Moussa Dembele echt een super onderschatte speler is geweest. Hij was de verbindingsspeler. Hij was het verbindingsstuk tussen verdediging en aanval. Hij was niet alleen pasend goed, maar met zijn kracht en dribbles lukt het hem ook nog om eigenlijk het middenveld over te dribbelen en ja, eigenlijk de bal van verdediging naar aanval te brengen. Hij was fysiek sterk. Als de tegenstander de bal had, stond hij ook zijn mannetje in de duels. Hij is vorig jaar januari vertrokken naar China. En eigenlijk hebben ze geen moment echt een vervanger kunnen vinden. Sindsdien zijn ze ontzettend zoekende. Centraal op middenveld, bij dat blok van 2. Mourinho heeft ook al het een en ander geprobeerd. Met Dier en Sissoko als koppels is er te weinig voetbal. En Dombele zou in potentie de opvolger van Dembele moeten zijn. Ze hebben hem natuurlijk in de zomer gehaald voor 60 miljoen. Ja, ontzettend tegengevallen in de eerste seizoenshelft. Heeft sinds augustus 1 keer 90 minuten gespeeld. Mourinho klaagde laatst ook. Hij zei, ja, er is altijd iets zieks wat misselijk. Ik kan niet op hem rekenen. Ook als je hem ziet spelen, ja, hij kan niet echt zijn stempel op het spel drukken. Harry Winks, ja, stond lang te boek als groot talent. Begint er eigenlijk nu iets te oud te worden voor die status. Die zal echt de volgende stap moeten zetten. Ja, het lijkt er ook niet op dat Mourinho heel veel vertrouwen in hem heeft. En ja, nu wordt af en toe geprobeerd met Eriksen nog op die positie centraal op middenveld. Ja, iedereen weet natuurlijk dat hij graag wil vertrekken. Het ziet er ook naar uit dat hij snel vertrekt. Lo Celso is dan eigenlijk een aanvallender type. Dus ja, Mourinho, hij kan daar eigenlijk bijna geen goed duo vinden. Of tenminste geen duo wat aan zijn wensen kan voldoen. Duidelijk verhaal. Wat is het sterkste punt momenteel van Tottenham Hotspur? Is die er? Als het bij Tottenham goed draait, denk ik dat het sterke punt is dat het gevaar van veel kanten komt. Je zag het Fantasy Premier League, veel mensen spelen dat. Je zag de mensen ook weer op de Tottenham spelers duiken toen Mourinho kwam. Er kwam dreiging in het spel, ze scoorden makkelijk. Hè. Achterin hielden ze nog niet altijd dicht. Maar Son ook dreigend, Kane kreeg zijn kansen weer. Dele Alli, die natuurlijk gevaarlijk is. Nou, Lucas begon ook weer met scoren, Dele Alli. Precies, Lucas Moura, die vanaf rechts ook belangrijk was met zijn snelheid. Ja, dan zijn ze ontzettend compleet, want ze hebben van alles wat. Met Son hebben ze meer de dribbles, met Lucas hebben ze de snelheid. Kane is natuurlijk gewoon een heel complete spits. Dele Alli is vrij technisch, maar kan ook goed bijsluiten, heeft echt drive. Dus ja, als het achter die voorste vier zeg maar, goed voor elkaar is en iedereen is fit voorin, ja, dan blijft Tottenham een waanzinnig dreigend elftal. Wie heeft je positief en wie heeft je negatief verrast? Poeh, positief verrast. Dat is wel echt lastig bij dit Tottenham. En dat is eigenlijk best wel erg. Ook omdat ze nu wel een keer de portemonnee hebben getrokken in de zomer natuurlijk. Met Lo Celso, die gehaald is nog wel via een verhuurconstructie. Maar die gaat uiteindelijk komen. En Dombele, nou, die twee kan ik niet noemen. Ik denk achterin misschien. Aurier,
Aurier vond ik altijd een zwak punt. Ik vind hem eigenlijk nog niet goed genoeg als rechtsback. Maar Mourinho heeft wel een manier gevonden eigenlijk door hem wat meer aanvallende vrijheid te geven om hem toch te laten renderen. Dus ja, Aurier heeft denk ik voor zijn doen een goede periode achter de rug. En ik moet zeggen dat ik Sissoko ook een beperkte voetballer vind. Alleen dat ik nog wel knap vind hoe hij zich redelijk staande houdt op het middenveld. Dan een negatieve verrassing. Kun je dat bij één iemand houden? Ja, moeten we toch de aankoper noemen. Hè? Ja. En Ndombele. Ik had veel meer van hem verwacht. Hij werd gehaald als de nieuwe leider voor het middenveld. Hij moest die rol van verbindingsspeler ook gaan vervullen. Verdedigingssysteem ook offensief belangrijk. Ja, ik heb er eigenlijk nog geen moment gezien. De Ndombele van Lyon is in Noord-Londen zoek geraakt. Hij speelt redelijk anoniem mee. Ik vind hem ook niet echt fit ogen, moet ik zeggen. En van de aankopen valt hij me nog het meeste tegen. Van Lo Celso had ik wel verwacht dat hij even zou moeten omschakelen. Omdat hij natuurlijk uit de Spaanse competitie komt en daar heel technisch voetbal gewend was. Sessegnon is nog jong. Groot talent voor de linkerflank. Ook veelzijdig als linksback, als linksbuiten kan hij spelen. Dus die moeten we denk ik nog even tijd geven. Alleen Ndombele kunnen we wel afrekenen op deze eerste seizoen zelf. Aanpassingsproblemen, denk je? Of is dat te simpel gezegd? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En ze hebben afgelopen zomer zijn ze natuurlijk lang bezig geweest met het middenveld. Bruno Fernandes werd nog vaak genoemd. James Maddison. Het is ook lastig in dit Tottenham. Hè. Eigenlijk onder Pochettino. Je voelde aankomen dat het mis zou gaan. De energie was weg na die verloren Champions League finale. Dus heb ik geprobeerd het te verversen. Het is onvoldoende gelukt. En ik denk dat ze komende zomer absoluut weer de markt op moeten. Ja, dat is ons volgende punt natuurlijk. Wie moeten ze kopen? Ja, ik denk dat ze zich op drie posities moeten versterken. Allereerst zou ik een nieuwe rechtsback halen. Aurier is simpelweg niet goed genoeg om dit niveau vast te blijven houden. En sowieso met een rechtsback als Aurier ga je denk ik nooit om een titel meespelen. Ik zat daarvoor te denken aan Ashraf Hakimi. Bij Borussia Dortmund speelt hij natuurlijk vaak veel aan veranderen. Speelt hij ook af en toe als buitenspeler. Maar van origine is de rechtsback. Hij is voor 2 jaar verhuurd aan Borussia Dortmund. Nou, die deal loopt komende zomer af. Ik vraag me af of hij dan bij Real Madrid een kans gaat krijgen. Zidane heeft hem eigenlijk op huurbasis naar Dortmund laten gaan. Zidane is inmiddels weer teruggekeerd natuurlijk. Toen was het al een teken dat hij niet het volste vertrouwen had in Hakimi. En ik vraag me af of die situatie in de komende zomer veel beter is geworden. Ook omdat Carvajal het tot nu toe wel prima doet. En met Odrio Soda hebben ze nog een tweede rechtsback daarachter. Dus dat lijkt me een kandidaat. En als je in Engeland gaat kijken, dan vind ik Max Aarons van Norwich City. Jonge speler. Een soort nieuwe Kyle Walker. Lijkt me ook een interessante optie. Ja, waar moeten ze zich nog meer versterken? In de aanval? Ja, in de aanval sowieso, maar ook zou ik naar het middenveld gaan kijken. Want als Ndombele fysieke problemen blijft houden en de verwachtingen niet kan waarmaken. Je hebt iemand nodig die aan de zijde van Dyer de bal mee naar voren kan nemen. Creatief is, toch verdedigend zijn mannetje staat, dynamisch is. Eigenlijk een heel complete middenvelder. Ze gaan Gedson Fernandes gaan ze nu halen. Portugees talent van Benfica, heeft daar ruzie met de trainer gekregen. Wordt voor 1,5 jaar gehuurd, ook met een koopoptie. Ik moet zeggen, dat is wel echt een interessante speler. Ik heb hem voor het eerst gezien toen in de Youth League tegen PSV speelde bij Benfica daar. Met João Felix, Ruben Dias en Gedson Fernandes in de ploeg onder meer. Aantal jaren geleden. Ja, volgens mij was het 2017. Ja. Toen was hij al ontzettend goed. Sterk voor zijn leeftijd, technisch. Eigenlijk niets op aan te merken. Ik denk dat hij met zijn manier van spelen ook wel echt geschikt is voor de Premier League. Dus laten we dat even afwachten. Ja, mocht hij ook floppen, dan zal er komende zomer weer een nieuwe gehaald moeten worden. En dan de aanval nog, toch? Ja, de spitspositie is wel echt een lastig vraagstuk, moet ik zeggen. Want met Harry Kane heb je natuurlijk een onbetwiste eerste spits. Is Kane fit, dan weet je dat je als tweede spits ook niet in de buurt gaat komen. Vraag maar aan Fernando Llorente en Vincent Janssen. Die hadden ontzettend moeite met die rol. Het samenspelen met Kane liep ook niet echt heel soepel. Want dan haal je Kane eigenlijk uit zijn kracht als je Kane als schaduwspits laat spelen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat ze een buitenspeler halen die eigenlijk net zo goed in de punt van de aanval uit de voeten kan.
Een veelzijdige aanvaller dus. Als Kane fit is, dan kan diegene naar de flank verhuizen en daar een optie zijn. Alleen ja, Kane is de laatste jaren ook wel vaak geblesseerd geraakt. Hij moest altijd spelen onder Pochettino. Vaak hoorde je van ja, hij is voor 3 maanden uitgeschakeld met een enkelblessure. Was hij na 2 maanden alweer terug. Er werd haast gemaakt, want ze konden hem niet missen. Ik denk dat daardoor hij ook aan fysieke kracht heeft ingeleverd. Ja, als je hem ziet spelen, dan lijkt hij ook aan snelheid te hebben ingeleverd. Dus ja, dat is wel echt iets wat ze snel moeten oplossen. Nu wordt Piatek, of Piontek, van AC Milan wordt genoemd als optie. Lijkt me voor de korte termijn aardig, maar richting komend seizoen zal daar nog wel een en ander moeten gebeuren. En ja, het is zonde dat Memphis zwaar geblesseerd is geraakt. Hij lijkt me eigenlijk de ideale optie. Omdat hij zowel als linksbuiten als in de punt van de aanval uitstekend uit de voeten kan. Is natuurlijk gebrand om nog een keer revanche te nemen in Engeland. Is snel, heeft een goed schot, dreigend. Ja, ik denk dat hij Tottenham echt naar een hoger niveau kan tillen. Dus ja, misschien als hij komende zomer weer fit is, lijkt me dat een goede optie. Willen ze op de korte termijn zich gaan versterken, dan zou ik misschien wel voor Gerard Moreno gaan. Aanvaller van Villarreal doet het uitstekend daar. Is ook Spaanse international geworden. Veelzijdig. Kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten. Is denk ik ook niet al te duur. Dus dat lijkt me dan nog wel een goede backup. Duidelijk. En dan moet die aanvaller moet zeg maar in een soort Griezmann-rol komen dan. Ja, precies. De rol die Griezmann heeft bij Barcelona. Ja, ja inderdaad. Dat je op links, op 10 en in de punt van de aanval uit de voeten kan. Er zijn niet zo heel veel spelers in de Europese top die dat kunnen. Hè? Memphis is eigenlijk een van de weinigen. En die heeft wel echt een topniveau. Dus ja, ik zou hem heel graag bij dit Tottenham zien. Het zou leuk zijn komende zomer. Ja, en wat kan Tottenham dan nog bereiken? Want onze laatste 2 vraagstukken gaan ze de Champions League winnen en worden ze kampioen. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze de top 4 nog zouden halen. Toen Mourinho werd aangesteld. Omdat je zag direct een effect. Hij zette het ook wel weer logisch neer, vond ik, qua opstelling. Daddy Ali had bijvoorbeeld al een tijdje niet meer op 10 gespeeld of die moest vaker naar links uitwijken. Nou, Mourinho koos direct eigenlijk voor 4-2-3-1 met Ali op 10, Son op links en Kane in de spits. Nou, dat leek me logisch. Maar nu door de blessureproblemen en ook wel achterin is het kwetsbaar. Centraal op middenveld zit er te weinig voetbal in. Een plek in de top 4 lijkt me niet meer reëel. Ik denk dat Tottenham als 6e of 7e gaat eindigen dit seizoen. En weinig glorie op White Hart Lane. Ja, Memphis misschien komende zomer dat hij dan de overstap naar Londen kan maken. En dan komt hij een oude bekende tegen. Ja, het zou mooi zijn hè. Een hereniging met Mourinho. Ja, ik denk dat door de povere seizoenstart onder Pochettino zal Mourinho nog niet afgerekend worden op het tweede seizoen zelf. Dus ik verwacht dat hij komend seizoen nog ingaat als Tottenham manager. Hij heeft hem natuurlijk meegemaakt bij Manchester United. En die twee, Memphis is natuurlijk vertrokken toen, maar die twee hebben zich nooit negatief uitgelaten over elkaar. Memphis zei geloof ik nog, toen hij vertrok, zei hij van ik kom je wel weer tegen in de top. Mourinho antwoordde, ik hoop het. Ik hoop dat we je op een dag terug zullen kopen. Mourinho gaf ook toe, hij zei ja, ik vond Memphis een goede aankoop van Manchester United. Hij heeft heel veel potentie, heeft heel veel kwaliteit, deed in de Eredivisie geweldig, alleen hij was nog jong. En inmiddels, als je de Memphis van nu vergelijkt met de Memphis die binnenkwam bij Manchester United, heeft hij wel enorme stappen gezet. Is echt volwassen geworden als speler, als mens denk ik ook, fysiek nog sterker geworden. Ja, waarom niet? Poging 2 in de Premier League. Lijkt een match made in heaven. Ja, nou ja, match made, het is geen liefde op het eerste gezicht, misschien door de prestaties bij Manchester United. Maar het is in ieder geval wel de moeite waard denk ik om een tweede kans te geven. Top man.